Stadse Veetiel is al is ruim 10 jaar bezig. En voor elke Tielenaar bieden wij een platform. Dus ook voor Tielenaar Wim Reuvers. Wim Reuvers kennen we als ondernemer, als ras Tielenaar, zo is het toch? Ras Tielenaar, inderdaad, geboren en getogen. Maar met name, en daar gaan we nu over praten, over het vijverterrein. Wat al jaren sleept. Ja. Wat houdt dat in? Wat is dat voor een plan, het vijverterrein? Wat is het überhaupt? Het vijverterrein is een braakliggend stuk grond naast de oude vuilnisbelt van Tiel. Was vroeger van Internatje Muller. En er is een jaartje of 7, 8 heb daar dan nog de fabriek Daal erop gedraaid. Zwaar verontreinigd? Dat bleek later. Niet ten tijde toen Daal erop daar nog werkte, was het nog niet verontreinigd. Tenminste, het was wel verontreinigd, maar dat speelde toen nog niet zo. De bedoeling was om daar een bedrijf te starten? De bedoeling was om daar vanuit de Visserstraat te gaan verhuizen naar, met de familie Reuvers, te verhuizen naar het oude Daalderoptrein. Het Visserstraatje, dat is eigenlijk in het centrum van Tiel. Ja. Waar precies? Het ligt op de Kijkuit. Vlak op de hoek van de Kijkuit en het Tussenstraatje. Dus daar een zijstraat van? Er is een zijstraatje, doodlopende straatje. Ja. En u woont daar al jaren? Wij zijn er in 1970 komen wonen. En niet alleen u, maar ook familieleden? De hele familie, ja. Daar was van alles te doen met dat Visserstraatje toen in die tijd? Nou, van alles te doen, was niet, dat is niet indirect zo. Wij hadden op de grote presidentweg waar we eerst woonden, hadden wij al een autosloperij. Maar heel kleinschalig. En toen kwam dat huis te koop in de Visserstraat, maar er lag voor ons doen een grootste grond bij. En daar zijn mijn broers en mijn ouders een autosloperij begonnen. Die Visserstraat, midden in het centrum, maar niet voorzien van alle gemakken. Nee, absoluut niet. Toen wij er kwamen wonen, en dat was eind jaren 60, toen was het eigenlijk al bestemd voor stadsvernieuwing. Om daar zeg maar iets mee te gaan doen voor die stad Tiel, maar dat is nooit gebeurd. Nee, die plannen die lagen er al heel erg lang. Welke plannen waren dat? Ja, men noemde het als plan stationsomgeving, geloof ik, in die tijd al. Okay. En toen lag er een grote, er ligt er nog trouwens de fabriek Oostendorp. Een metaalwarenfabriek. En dat hele hoekje in de Visserstraat en die fabriek, we kwamen toen een aanmerking voor stadsvernieuwing. Dat zou dan eigenlijk moeten verhuizen, zodat net rondom het centrum van Tiel een mooi stukje stadsvernieuwing zou komen. Daar is nooit tot op heden wat van terechtgekomen. Nee. Er moest wat gebeuren, want aangesloten op de riolering was het ook niet. Nee, dat zeg je goed. Het was niet aangesloten op de riolering. Dat vonden de vorige generatie van ons vonden dat niet zo heel erg. Want u kon er eigenlijk wel bij helpen toen. Het dus het lozen ging gewoon rechtstreeks op het grondwater? Of nee, dat noemden ze vroeger stapelputten. Dus die werden gestapeld in de grond, stenen. En als daar dan het afval in kwam van de wc, van de douche en dergelijke. Dan zakte dat automatisch door het zandgrond, zakte dat weg de bodem in, zeg maar. Ja, maar goed. Ja. Er is een wet bodemsanering geweest. Begin jaren 90 moest ieder huis in Nederland aangesloten worden op de riolering. Dus ook de huizen in de Visserstraat. Ja. Ja. Dat was eerst niet zo noodzakelijk, dacht men. Want omdat je dus in aanmerking kwam voor stadsvernieuwing. Maar dat speelde nog meer dan 10 jaar. En later werd het voor de jongere generatie die daar kwam te wonen, kwam het juist wel heel erg noodzakelijk. Want ja, het is nog steeds een verpauperd straatje. Er ligt nog steeds een vorm van stadsvernieuwing in het hele gebied. Maar toen speelde het eigenlijk, was het nog eigenlijk heel vers. De dagelijkse bezigheden, wat voor invloed had dat erop dat er geen riolering was? Hoe bedoel je met de dagelijkse bezigheden? Nou ja, goed, wat gewassen, wat getoileteerd om het maar eventjes netjes te zeggen. Grondwaterproblematiek is natuurlijk overal in Tiel wel aan de orde als het hoogwater is. Ja, hoe was dat in de Visserstraat? Heel erg. Dat grondwaterproblematiek, dat strekt zich heel ver richting dat stukje Tiel-Oost, hè? Mm-hmm. En vooral met hoogwater kun je dus heel gauw merken dat de waterstand enorm snel omhoog kwam. En dat zat je met 3 of 4 steken diep, zat je gelijk al op het grondwater, zeg maar. Maar op een gegeven moment was het genoeg? Nou, er was actie? Nou kijk, ik kwam daar wonen met mijn vrouw en we zaten nog in de jonge kinderen. En toen hadden wij al in de gaten dat die septietanken, die stapelputten, die werkte niet goed. En als je dan je kinderen moest douchen of zo, en vooral als het water extreem hoog stond, als het water echt omhoog kwam, dan zat je al heel snel dat het water dus de tijd nodig had om weg te zakken. Mm-hmm. Maar goed, als je een oud iemand bent of je zit er helemaal alleen, dan gebruik je niet zoveel water, dus heb je er ook niet zoveel last van. Maar als je dan met kleine kinderen zit, 4 of 5,
en die moet wat vaker douchen en wassen en vaker de toilet doortrekken en zo. Ja, dan zat die leiding van die afvoerpijp, die zat zo snel vol, daar kon het niet meer weg. Die kreeg de tijd niet om in de grond te zakken. Dus met als gevolg dat soms met vlagen kwam die riolering, alles wat erin zat, dat kwam gewoon via de doucheputjes en de wc kwam er weer omhoog. En dat was natuurlijk met kleine kinderen geen pretje? Nee, dat was absoluut geen pretje. Dat was eigenlijk niet te doen. Die afspraken met gemeente om dat aan te gaan pakken, hoe liep dat? Nou, de aanpak met de gemeente om het aan te pakken, dat was in de eerste instantie door onze oudere generatie die er zat, is daar eigenlijk nooit over gesproken. Welke periode praten we nu over? Dan praten we toch over de periode 6, 87, 89. Uh-huh. Die oudere generatie die daar al heel erg lang woonde, die oudere mensen, die hadden er allemaal gewoon problemen mee. Dus die stoorden er zich niet aan. Maar in de jaren 90, vooral begin jaren 90, toen kwam er eigenlijk een hele jongere generatie. En ja, goed, de jongere generatie, moderne tijd, meer douchen. En die vonden dus een afvoer heel erg noodzakelijk. Ja, daar was u weer een van? Ik was er een van de eerste die eigenlijk het opperde om het straatje te verharden. Sowieso. Want het was nog niet eens geen verhard straatje. Het straatje dat was helemaal verhard met een soort asfalt wat er bij de gasfabriek vroeger gehaald werd. Dat was een soort verharding, dat werd er heel veel in gebruik. En ik opperde van, om daar een klinkerstraat van te maken en tevens dan gelijk ook een riolering erin te leggen. Hoe is het verder gelopen met die riolering? Nou, kijk, we zijn toen, je bent dan jong en je weet dan niet hoe je dat aan moet vliegen, maar je bent dan een paar keer naar het gemeentehuis geweest, naar het betreffende ambtenaar. En dan vraag je, joh, kunnen wij aangesloten worden op het riool? En toen kregen wij continu te horen, want ja, maar dat is geld weggooien voor ons, want je zit in de stadsvernieuwing, je moet binnenkort toch weg. Terwijl ik wist dat het al 15 jaar speelde. Er waren huizen geslopen al in de jaren 50, 55, 56 voor stadsvernieuwing. Die waren door de gemeente opgekocht, weggesloopt. Maar dat sukkelde zich maar heel langzaam voor. Dus wij hadden eigenlijk met de jongere generatie niet veel zin om langer te wachten. Om in ieder geval aangesloten te worden op de riool. Dat vissersstraatje was gedeeltelijk eigendom van elke bewoner die er zat. Dus elke eigenaar die er woonde, die had ook een deel van het straatje in eigendom. Dus het beheer van het straatje op zich en de onderhoud daarvan, dat valt voor de bewoners. Dat was ook niet zo erg, want daar hadden we wel een leuk plan voor gemaakt. Alleen voordat we die straatklinkertjes erin gingen gooien, wouden we graag aangesloten worden op het riool. Ja. Nou, wat bleek achteraf? Ik merkte van die ambtenaar, die er toen mee belast was, ik ben zijn naam na zoveel jaren vergeten, dat moet je me niet kwalijk nemen. Maar dat er wel geld voor gekregen was van het Rijk, om buitengebieden aan te sluiten op het riool. Maar de gemeente Tiel wou het geld wat voor het Visserstraatje besteed was, wou de gemeente destijds toen niet daarin investeren. Nou, begrijpelijk. Want als je zegt, joh, er gaat iets toch weg, dan ga je de riolering inleggen. Ja. Maar wij kregen er geen zicht op en hoe snel of tot dat straatje opgeknapt zou worden. Of dat die omgeving aangepakt zou worden. Kregen wij iedere keer maar geen zicht op. Dus toen hebben wij gezegd, nou, het mag voor ons wat betreft wat langer duren. Maar sluit ons in ieder geval aan op die riolering. Want dat is prioriteit nummer 1 voor ons natuurlijk. Maar dat gebeurde niet. Ja, er moest een hele hoop voor gebeuren. Er is iets voor gebeurd. Wat ik eigenlijk achteraf vond dat echt niet nodig was geweest. En wat was dat? Nou, er werd na de herhaaldelijke malen naar huis gestuurd werden. Zonder een resultaat. Werden door de bewoners van de Visserstraat een drastische maatregel genomen. Maar die drastische maatregel die werd wel gevoed door destijds een partijlid van GroenLinks. Die adviseerde ons om eens eerst eens onderzoek te laten doen door de GGD, of dat die het wel verantwoord vond. En was juist in die periode met het hoge water. De situatie was destijds zeer ongezond. Een gevaar voor de volksgezondheid. Ja, zo kun je het wel stellen, ja. Daar waren we helemaal niet blij mee. Maar goed. En die drongen er toen ook op aan om zo gauw mogelijk bij de gemeente toch wat meer druk op te bouwen om te zorgen dat er wat aan gedaan werd. En hoe is dat gegaan? Nou, ik was in de eerste instantie heel erg boos omdat het zo lang uitbleef. En toen wou ik een hele grote giertank bij een boer gaan halen en die bij de gemeente voor de deur neerzetten en zeggen, joh, dat hebben wij. Maar die meneer van GroenLinks toen, destijds meneer Anker, die was toen nog pas bij GroenLinks, die adviseerde eigenlijk om het in een klein emmertje te doen, keurig netjes ter petitie aanbieden tijdens een gemeenteraadsvergadering. Wat in een klein emmertje te doen? Nou, hetgeen wat wij te veel hadden, wat we niet kwijt konden. Dus dat was die emmer met drek, met ontlasting, riolafval, noem maar op. Je moet je voorstellen, alles komt in het ene putje terecht.
Dus dan kun je er zo een schep uithalen en dan haal je alles bij elkaar. Wat er van de wasmachine afkwam, wat er van de douche afkwam en wat er van de wc afkwam. Dus alles kwam in een putje. En dan hebben we keurig netjes een klein beetje van een emmertje gedaan. In een goed dichte, luchtafgesloten emmer. Keurig netjes in een tas. En toen hebben we dus destijds toen bij de gemeente aangevraagd. Dat was trouwens ik niet hoor, maar dat was voorstel van meerdere bewoners daar. En die hebben gezegd, nou dan gaan we eens een emmertje naar de gemeente brengen. En dan kijken of tot dat de hoop geeft voor ons. Dat ze daar wat aanstoot van nemen om te zeggen van nou hier gaan we wat aan doen. En het resultaat? Nou, het resultaat was, dat werd heel komisch en heel belachelijk eigenlijk. Want wij hadden het keurig netjes in een tasje aangeboden bij de gemeente Tiel. En de burgemeester destijds, Ed Vertellingen, die was er nog niet zo heel lang. Die vond het nodig tijdens een hele volle raadzaal om die emmer open te trekken en de neus in te douwen. Ja, later werd het natuurlijk een hele hype, want dat hoor je dan maanden na de hand hoor je dan nog. Van, oh, wat een goede streek bij die burgemeester. Ja, het was gestreek van de familie Reubers. De burgemeester die wou zijn neus erin douwen. En dat, ja, dat is denk ik ook hetgene wat er vanaf dat moment bij de politiek van de gemeente Tiel heel veel kwaad bloed gezet heb om, hoe zal ik het zeggen, om een medewerking te verlenen aan als je van de gemeente iets nodig hebt of je moet met de gemeente verder kunnen op een bepaald project zo, dan merk je precies dat er iets zit wat al heel lang is blijven hangen bij zijn gemeente. Heeft die burgemeester van toen daar ooit op gereageerd? Want die heeft dat duidelijk niet verwacht, anders had hij het nooit gedaan. Nee, als die man geweten had dat er zijn reactie achteraf van gekomen zou zijn, dan had hij absoluut nooit die emmer losgetrokken. Dat had hij zeer zeker niet gedaan. Ooit daarover gesproken? Zeg je? Ooit daar ook nog met hem over gesproken? Nee. Ik heb hem daarna nog één keer gesproken. En dat was in het kader van, kijk, toen wij wisten dat we toch uit de Visserstraat niet weggingen. Toen zijn we zelf op zoek gegaan naar een stukje bedrijfsruimte buiten de Visserstraat. Want ja, je bedrijf groeit, Visserstraat die was smal en je zat met je handel zat je heel erg bekrompen. En je had ook te maken natuurlijk met de deregulering in Nederland van autosloperijen. Nou, dat kwam eigenlijk heel kort daarna. Heel kort daarna is het op een gegeven moment werden wij benaderd door wat studenten die ons kwamen vertellen van, joh, weten jullie waar je mee bezig bent als je een auto sloopt en wat dat in het milieu doet? Die kreeg ik regelmatig op bezoek, want dat vond ik wel interessant. Ik was zelf jong. En als je dan ziet hoe sommige dingen in de wereld naartoe gaat, dan ben je ook wel eens even nieuwsgierig van, wat voor schade richten we dan aan en wat zou je er eventueel aan kunnen doen? Toen in die tijd al. Ja, en natuurlijk ook terecht, hè, dat die auto's van toen aangepakt zijn. Zeer zeker terecht, want als je naging hoe je toen auto's sloopte, ja, hoe je toen auto's kapot maakte, ja, dat kon eigenlijk gewoon niet. Gewoon benzine de grond in laten lopen, remolie de grond in laten lopen en zo. Accu's die leeg afgetapt moesten worden en die keerde je gewoon op de kop en dan ging de grond in. Dus daarom ook de noodzaak voor een groot terrein? Niet alleen de noodzaak, maar je wou dus inspelen op de toekomst van zijn bedrijf. En dan zijn dat de eerste elementen die je eruit wil halen door te zeggen van jongens, als je inspelen op de toekomst, dan moet je kijken van wat is urgent, wat pak je dan aan? En dan weet je dat je een stuk trein moet hebben of een bedrijventrein moet hebben waar een vloeistofdichte vloer in zit, wat overdekt is, waar je onderdelen van een auto afhaalt. Vroeger kwam de klant, die kwam bij ons op sloperij. Toen heette het gewoon de sloperij. En als ze dan kwamen ze met een gereedschapkistje, dan halen ze een onderdeel ervan af. En dat onderdeel dat werd dan gewoon meegenomen en dan bleef die auto staan. En of het nou regende, sneeuwde, het gebeurde allemaal buiten. Ja. Ja, met alle gevolgen maar niet. Dus, en natuurlijk eigenlijk zonder vergunningen die er toen eigenlijk ook nog eens waren. Je hoefde toen geen vergunning te hebben. De vergunning was niet nodig. Je had je brood en je werk erin en een vergunning, daar was geen sprake van. Goed. Visie. Ik heb terrein nodig, want de heer Reuvers die begreep wel van, nou, dit gaat zo niet lang meer goed. Visserstraatje was eigenlijk helemaal niet geschikt om een moderne houtsloperij neer te zetten. En toen kwam dat vijverterrein voorbij. U hebt net al aangegeven, Internationale Mullen was het? Internationale Mullen was toen de eigenaar. Dat was al vanaf het jaartal? Ja, ik denk dat is een beetje voor, ik denk rond begin jaren 60 al. Okay. Begin jaren 60 was Internationale Mullen en Daaldrop, dat werd toen samengevoegd, die werd eigenaar van het vijverterrein. Ja. En u hebt dat kunnen kopen in welk jaar? Ik heb het kunnen kopen in 1988, 89. En toen? Nou, toen het terrein was eerst in ontwikkeling geweest door Internationale Mullen en de gemeente Tiel. Wij wilden daar een mooi plan neerzetten. Ze wilden daar een heel mooi stukje industriegebied van maken.
En ik was destijds bij alles met mij, wat ik met mijn bedrijf te maken had, verzekerd bij Sijsma. Dat was een groot verzekerings- en later ook een makelaarskantoor. Meneer Jan Dolgond is helaas kort geleden overleden, maar die heb ik daar toen in die tijd leren kennen. En toen bleek het dat ik met mijn bedrijf daar niet gevestigd kon worden, omdat een autosloperij was toen nog een autosloperij. En dat hoorde niet op een mooi stukje industriegebied. Nou, dat realiseerde ik me eigenlijk ook wel en dat respecteerde ik toen ook wel. Maar bij de gemeente Tiel was er continu geen ruimte waar ik dan wel met mijn bedrijf naartoe kon. Die promoten ook heel erg hard bij de provincie om mij uit te kopen, te saneren. Ja, en de provincie was de vergunningverlener, hè? Dat is dat nog steeds. Dat was in die periode dat er voor een dergelijk soort bedrijf vergunningen verleend moesten worden. En toen kreeg ik te maken met de provincie en toen hebben we een rondleiding binnen mijn bedrijf gehad. Maar wat ik toen inmiddels al wist, dat je bepaalde dingen van een auto af moest halen voordat je milieuvriendelijk kon demonteren of slopen. En dat viel toen al op. Ik had mijn grond al schoon laten maken destijds. Ik had verhardingen aangebracht. We hadden maatregelen op dat kleine cellende stukje grond. Hebben toen heel veel geld geïnvesteerd om in ieder geval milieutechnisch daar te kunnen blijven zitten. Maar samen met de provincie is toen besloten van, mocht je ergens op het industrieterrein een stukje grond kunnen kopen, daar gaan alle sloopbedrijven tegenwoordig naartoe. Dat begon toen landelijk te spelen. Hè. Mm-hmm. En toen hebben ze gezegd van, dan gaan we daarvoor. En dat is uiteindelijk ook gebeurd? Nou, dat is na 6-7 jaar geluk. Want bij de gemeentes kwamen we steeds, ondanks dat we die samenwerking van de gemeente hadden, tegen een dichte deur aan te lopen, want daar bleek een stuk industrie. Ondanks dat we de samenwerking met de provincie hadden. Bedoelt u? Toen was die samenwerking met de provincie. Ja. Ja. Maar bij de gemeente weinig medewerking of toen wel? Nee, er was totaal geen medewerking. Het continu werd er gezegd, we hebben die grond niet en we zijn wel met industrieterreinen bezig. En misschien kom je daar dan weer voor een aanmerking. Dat had allemaal een beetje op de lange baan geschoven. Okay. Dus de verhouding, als we het even mogen zeggen, tussen de heer Reuvers en gemeente was toen ook al niet optimaal? Nou, ik kan niet zeggen niet optimaal, want je merkt natuurlijk wel bij de gemeente dat er best wel mensen zijn die wat willen doen. Ja? Maar je merkte eigenlijk, en ik kreeg toen eigenlijk al in de gaten dat dat naar aanleiding van dat emmertje was, waar de burgemeester's neus in trak, dat werd mij later steeds duidelijker, dat dat het probleem was, dat ik eigenlijk achter een hoek gedrukt werd, zeg maar. Ik mocht iedere keer met alles achter een rij gaan staan. Het werkte stigmatiserend, zegt u. Ja, dat gevoel heb ik nu heel sterk. Maar toen was het al aanwezig, alleen toen kon ik het niet zo uitdrukken als de druk die er dus de laatste jaren op ligt. Want nu wordt het gewoon overduidelijk. Wat je dus bij zijn gemeente als een oplossing aandraagt of dat je wil realiseren, dan loop je toch eerder tegen tegenwerking aan dan tegen medewerking. Goed, hierover gesproken. In de volgende aflevering gaan we verder over het daadwerkelijke vijverterrein. Althans, als u het ermee eens bent. Vind ik prima, ja. Maar dan volgen er nog wel een paar sessies. Want er valt echt nog veel van te zeggen.